Hoofdstuk 24, de flankspeler. Belangrijk onderscheid, centrumpionnen en flankpionnen. De D en de E-pion, dat zijn centrumpionnen. En de overige pionnen, dat zijn flankpionnen. A, B, C, F, G, H. Centrumpionopeningen. E4, koningspionopening of D4, damepionopening. Even terug. Stukje. Hoofdstuk 14. De Italiaanse opening, dat begint met E4. Geldt ook voor de Rue Lopez. De Spaanse opening met E4. Klein verschil met de loper vanaf F1. De openspeler, algemeen E4, E5. Koningspionopening, half open is ook E4, koningspionopening, maar dan een andere zet dan E5. Hier E6, de Franse verdediging. In plaats van E6 kan ook C6, de Caro-Kann onder andere. En zeer populair, de laatste twee hoofdstukken, het Siciliaans. Ook een koningspionopening met E4 en dan C5. Tussendoor de damepionopening, het damegebied, D4, D5, C4. Of D4, paard F6, de Indische systemen. En nog een aantal andere. Kroenveld en Benoni, D4. Dus, gezien E4, koningspionopening, het Spaans, het Italiaans, het Siciliaans, Caro-Kann, Frans en D4, damegambiet of de Indische systemen of de Benoni en nog meer. Dus, verplicht D of E spelen als wit zijn in het begin? Nee. Populair, zeer populair. Top 10 opening, het Engels. De Engelse opening, boek A, ICO code A10 tot en met A39. Behoorlijk stuk dus, C4. Inhoudsopgave van dit hoofdstuk. De flankspeler, les 1 tot en met 3, het Engels. Zoekertort. Het Engels is dus C4. Met C4 het centrum aanvallen met een flankpion. Belangrijk centrumveld D5. Kan ook zo met paard F3. Kan leiden tot verschillende systemen. Algemeen paard F3, de zoekertortopening. En als zwart paard F6 of D5 speelt en wit speelt G3. Dan leidt dat tot de konings-indische aanval. Paard F3, D5, G3. De konings-indische aanval. We hebben eerder gezien in hoofdstuk 20, het konings-indisch, maar dan de verdediging. Het gaat hier over omgekeerd, de konings-indische aanval. Meerdere mogelijkheden, ja, les 5, het reti-systeem, dat is ook met paard F3. Maar dan, maakt niet uit wat zwart speelt, paard F6 of D5, wit speelt dan C4. Dat kan leiden tot verschillende transposities. Moeilijk worden in de schaken, maar dat gaat over de opening wat overloopt in een andere standaardopening. Komt heel veel voor met de flankspeler. Het reti-systeem, bird is eigenlijk weinig anders dan de eerste zet voor wit F4. Dat kan onder andere leiden tot het koningsgambiet. En nog een aantal andere mogelijkheden. Ik behandel er daar 4 van in les 7 met de Hongaarse opening. Dat is dan G3, de voorbereiding van het loper finchetto, loper G2. Kan leiden tot allerlei systemen. Iets dergelijks, maar dan vanaf de damevleugel. B3 en loper B2. Dit staat te boek als de Nimse Lassenaanval. De Van Geet opening, dat is dan in plaats van paard F3, paard C3. Dat kan ook weer leiden tot het onder andere het gesloten Siciliaans met C5 en E4, als dat zo gespeeld wordt. En B4, dat is het Pools. De Poolse opening, dat kom ik nog wel eens tegen op de club en andere clubs. Beter bekend in het Nederlands als de Oerang-Oetang opening. Flankspel overige les 7. En wel kort dan het Engels, wat is het principe? Met het Engels, C4, aanval op D5, een centrumveld met een flankpion, dus C4. Wit controleert een wit veld.
En algemeen is dan, normaal gesproken, E5. Dit staat bekend als het Siciliaans in de voorhand. Het Siciliaans in de voorhand. In de voorhand is een beetje een ingewikkelde term. Het gaat over een soort omgekeerd systeem. Het Siciliaans zagen we eerder met, even terug, E4, C5. Nu is dat dan omgekeerd met C4 en E5. In het Engels heet dit de Sicilian Reversed. In het Nederlands het Siciliaans in de voorhand. Ja, nou, ik kom daarop terug in les 2, uitgebreid. Controle van een wit veld. En zwart probeert dan als tegenstoot de zwarte velden te controleren. Paard C3 is normaal. Ook hier de witte velden. Zwart kan uiteraard paard C6 spelen. Meer populair is echter loper naar B4. Ik kom erop terug. Paard gaat naar D5. Loper gaat terug naar een wat minder veld, E7. Wit speelt D4. Zwart verdedigt de E-pion met D6. Groot stukje van de openingsrepertoire wat betreft de Engelse opening. Hier dan een sterk centrum met de pionnen op de C, D en E rij. Vierde rij. Sterk. Paard F6. Aanval op de E-pion. Het paard slaat de loper op E7. Dame slaat terug. En wit verdedigt dan de E-pion met de F-pion. Dit is een voorbeeld van de Engelse opening. Ik kom daar uitgebreid op terug. Tot zover. Introductie van de flankspelen.